laatste seconde van de wedstrijd. Zelfs doelman Daan Reiziger nu mee naar voren. En Reiziger kopt hem binnen. In de allerlaatste seconde sleept Ajax onder 19 er een penalty-serie uit. Dankzij doelman Daan Reiziger. Daan Reiziger scoorde afgelopen maand een wereldgoal, al zeg ik het zelf. Laatste minuut, mee naar voren. 1-1, kopt hij erin tegen NAC Breda. En daarna stopt hij ook nog eens een strafschop. Wat mij betreft persoonlijk de goal van de maand januari. Maar de fans besloten anders. Die kozen namelijk voor Lasse Schöne in de wedstrijd tegen Feyenoord. Maar Lasse Schöne dacht daar zelf net iets anders over. Een goal maken als keeper en nog een penalty stoppen en doorgaan. Dus jij verdient deze meer dan ik. Dus we zorgen dat er voor jou ook één komt. Kijk, daar staat Daan op het trainingsveld. Hij weet nog niet dat hij een prijs gaat krijgen. Maar ik ga even praten over zijn goal natuurlijk. Daan. Ja. Hey kerel. Hoe is het dan? Goed met jou? Ja? Ja, zeker. Ah, mooi man. Ja. Even Groningen onder elkaar trouwens, hoor je ja, net. Ja, mooi toch? Ja, nu bij Ajax hier, lekker man. En ik wil even met je praten over die wereldgoal. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, toch? Ja, zeker. Gekhuis. Ja, fantastisch. Ja, ik doe nog steeds, als ik de filmpjes kijk op mijn telefoon, nog steeds een onbeschrijfelijk gevoel. Ja? Ja, absoluut. Ja, in principe kom ik alleen voor reuring, dat zie je ook. Ik heb een beetje mensen die, weet je, een beetje de aandacht trekken van de spelers van NAC. Ja, op een gegeven moment zie ik de bal van Naatje op me afkomen. Ja, ik denk, wat moet ik doen? Ik denk, ja, het enige dat ik kan doen is mijn hoofd er tegenaan zetten. Dus eigenlijk deed je maar wat? Ja, ik wist ook niet welke richting ik moest koppen of zo. Dus opeens zie ik hem in de onderhoek vliegen. Dat zie ik wel aan mijn reactie. Ik schrok er eerst ook van. Daarna ben ik gewoon gaan rennen. Op een gegeven moment werd ik moe en dacht, ik ga er wel liggen. En al die jongens achter me aan. Ja, het is fantastisch om terug te zien. Het ziet er ook echt uit. Ik denk, als ik voor mezelf spreek, maar ik denk ook voor miljoenen anderen. Iedereen denkt ook, wow, ja. Wat is dit vet dat je zoiets doet als keeper. Ja, absoluut. Hey, en dan scoor je die laatste minuut. Je houdt ook nog een penalty tegen daarna. Ja. Waardoor jullie doorgaan. Eigenlijk ongelooflijk. Ja. Dit ga je niet vaak in je carrière doen, maar wel. Nee, ik vrees van niet. Maar ik hoop het wel. En dan was je geselecteerd voor het doelpunt van de maand. Ja. En wie gaat er dan mee vandoor? Lasse Schöne. Wat vond je daarvan? Ja, ik baal natuurlijk als een stekker. Maar ja, zijn vrije trap was ook schitterend. En bij mij was in principe alleen een kopbal. En voor mij, bij mij ging het meer om... Ja, de emoties en de gedachten erachter van een keeper scoort, weet je wel. Ja, en toen zag ik het filmpje voorbij komen van Lasse op Instagram. Ja, dat geeft ook kippenvel. Dat je ertussen staat, ook dat ook wel. Maar toen hij won, dacht je wel even van... Ja, ik dacht even, shit man. Dit is waarschijnlijk de enige keer dat ik aan deze prijs meedoe. Mm. En dan gaat hij er weer mee vandoor. Ja, ik had op zich wel verwacht, want de spelers van het eerste hebben natuurlijk ook een groot bereik, zeg maar. Ja, ja. Kijk, ik snap natuurlijk dat het jammer is, hè, dat hij won. En wij kunnen er niks aan veranderen. Ja. Want daar kozen de mensen voor op social media. Maar Lasse zei tegen ons, eigenlijk verdient Daan Reiziger die prijs. Ja. Hè? De ambiance, die goal. Dus hoe lief zijn wij? Wat hebben wij even gedaan? Wij denken toch wel, hè? Van Ajax TV. Ja. Jij, Daan Reiziger, met die goal in die minuut, met die ambiance. Jij verdient het doelpunt van de maand. Dat vind ik echt fantastisch. Dat vind ik echt mooi. Ja. Kijk eens. Ja, dit is echt een kippenvel momentje weer. Ja, echt? Ja, alles komt weer omhoog. Wat denk je nu dan? Ja, gekhuis. Natuurlijk, als keeper verwacht je niet dat je aan deze prijs, zeg maar, meedoet. En die story, zeg maar, elke maand weer. Ja, als je hem dan verliest en dan toch zo'n mooi gebaar van Lasse, dat je hem toch eigenlijk in handen krijgt. Ja, dat is gewoon kippenvel. Ik heb nog een boodschap voor Lasse, want door hem heb je hem nu in je handen. Ja, want ik zei ook al in het filmpje dat ik terugstuurde via de Ajax Story. Super tof, van je hebt terecht gewonnen. Maar voor mij is het echt een heel speciaal gevoel dat ik deze prijs heb mogen winnen. Natuurlijk ook sowieso dat ik gescoord heb. Dus super tof van je. En als ik je zie in de toekomst, zou ik je graag de hand willen schudden voor. Daan, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Nog eventjes, want we zijn nu al een paar weken later en je krijgt nu nog steeds een prijs. Ja. Wat is er in die tussentijd allemaal op je afgekomen, gebeurd? Wat heb je meegemaakt? Ja, je krijgt nog steeds, dagelijks krijg je te horen, zeg maar. Ook als je op straat loopt, je wordt veel aangesproken. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is, ja, in het begin was het wel een beetje raar, maar ja, het is wel superleuk. Ja, ik krijg ook veel van vrienden te horen van, hey, kijk, daar sta je nu weer op. Weet je die cijfers al van bijvoorbeeld op 4-3-3 was ik ingetagd. Wat zijn de cijfers? Ja, volgens mij op 4-3-3 zit het dicht bij de 1,7 miljoen keer bekeken. Mijn account, ja, die is echt ontploft. Die is naar de 60, 70.000 keer bekeken. 2000 volgers erbij, noem alles maar op. Ik ben op Telegraaf, alles. Het was echt, dat ziek. Echt gekke huis. De telefoon ontplofte. Ik kreeg alle sites doorgestuurd, met name van mijn familie. Super trots natuurlijk. Ja, dus, nog steeds, als ik erover moet praten, is kippenvel. En als ik aan terugdenk, iedere ochtend als ik wakker word, kijk ik even naar het filmpje. Dat is echt onwerkelijk. Nou, ik vind dat heel vet. Ja. Ik vind het je ook van harte. Je hebt te danken aan Lasse natuurlijk. Maar waarschijnlijk ook je lef en bravoertje gewoon gaat staan. Je hebt het zelf gedaan, jongen. Ja. Hartstikke gefeliciteerd. Zeker. Ga ervan genieten. Ja, komt goed. En ik zie je snel terug, man. Ja, man. Dankjewel. Thanks. Yes.